Al heeft je iPhone 8 Plus geen goed geluid meer tijdens het afspelen van media, nou, dan is waarschijnlijk je luidspreker of je oorspeaker kapot. De iPhone 8 Plus produceert namelijk geluid via je luidspreker en oorspeaker tijdens het afspelen van media. En in deze video gaan we inzoomen op de luidspreker. Nou, als die kapot is, hoe je die dan moet vervangen. Nou, alle onderdelen en het gereedschap wat ik gebruik voor deze reparatie vind je terug in de omschrijving. We starten met het uitzetten van de iPhone 8 Plus. Daarna moeten de twee pentelopen schroeven verwijderd worden en moeten we het scherm een klein beetje verwarmen. Let op, maak het scherm niet te warm. Nu het scherm verwarmd is, moet je een zuignap op het scherm plaatsen en met een nylon sputje het scherm een klein beetje omhoog wrikken. Het scherm wrikken we ongeveer 1 cm omhoog en niet hoger, want anders kan de kabel van het scherm scheuren. Nu kunnen we de bovenkant van het scherm een klein beetje naar onder trekken en dan het scherm naar de zijkant buigen. Je ziet nu de binnenkant van de iPhone 8 Plus. Eerst moet je het beschermschild verwijderen wat boven de batterijconnector zit. Dit beschermschild zorgt ervoor dat alle connectoren op zijn plek blijven zitten. Dit beschermschild zit vast met 4 kruiskopschroeven. Let op, zorg ervoor dat je alle schroeven netjes op de schroefmaat neerlegt, zodat je straks ook alles weer op de goede plek terug kan plaatsen. Nu kun je de batterijconnector verwijderen voor een moederbord, zodat de stroom helemaal van de iPhone af is. Dit is belangrijk om te doen voor elke reparatie. Aan de bovenkant zit ook een beschermschild voor de voorcamerakabel. Deze zit vast met 2 trimmingschroeven en moeten ook verwijderd worden. Als je dit hebt gedaan, kun je de voorcamerakabel voorzichtig verwijderen van het moederbord. Dit doen we expres niet met een connector openen, zodat je geen schade kan maken op het moederbord. Je ziet nu nog wat framesticker op de achterkant van de iPhone 8 Plus zitten. Deze kan je gemakkelijk verwijderen met een metalen schraper of een nylon sputje. Zorg ervoor dat je geen beschadigingen maakt op de achterkant, maar de achterkant moet wel goed schoon zijn. Nu moet het houdertje verwijderd worden tussen de trilmotor en de luidspreker. Dit houdertje zit vast met een trimmingschroef en 2 kruiskopschroeven. Als het houdertje verwijderd is, moet je de luidsprekerantenne verwarmen, zodat je daarna deze gemakkelijk kan verwijderen. In de luidspreker zitten 3 kruiskopschroeven. Deze moeten verwijderd worden. De schroef rechtsonder gaat wat moeizamer. Met behulp van een pincetje kan je ook deze schroef verwijderen. Nu kan je de luidspreker verwijderen en kan je de nieuwe luidspreker weer op zijn plek plaatsen. Let op, als het gaasje erg vies is, zouden we adviseren om deze ook te vervangen. Het kan namelijk zo zijn dat je geluid wordt gedempt omdat je gaasje helemaal verstopt zit met rommel. Nou, als je de nieuwe luidspreker weer op zijn plek hebt gezet, dan kun je de kruiskopschroeven weer terugplaatsen. Daarna kan je ook de luidsprekerantenne weer op zijn plek zetten en kan je de kleine connector weer onderin op de dock connector klikken. Let op dat je dit goed doet, anders kan je bereikproblemen krijgen. Nou, als je dit hebt gedaan, kun je ook de grote connector weer op het moederbord klikken. Nu moet je het houdertje weer terugplaatsen en de 2 kruiskopschroeven weer op zijn plek zetten. Ook de trimmingschroef moet weer op zijn plek.
Nou, de nieuwe luidspreker zit nu weer helemaal goed op zijn plek. En nu is het de tijd om de framesticker weer terug te plaatsen. Het is belangrijk om deze framesticker goed aan te drukken. Anders kan die kapot gaan als je de bovenste laag eraf haalt. Nou, als je de framesticker goed hebt aangedrukt, kun je de bovenste laag verwijderen. Nu kan je de voorcamerakabel weer op zijn plek plaatsen en de kabels van het scherm weer terugplaatsen. Nu alle kabels weer vastzitten, kan je de batterijconnector ook weer op het moederbord vastklikken. Daarna kan de voorcamera houder weer vastgezet worden met twee driving schroeven en het houdertje wat bij de batterijconnector zit ook. Deze zit vast met vier kruiskopschroeven. Let goed op dat je alle schroeven weer op de plek terugplaatst waar ze vandaan komen, anders kan je schade maken aan het moederbord. Nu kan je de framesticker verwijderen aan beide kanten en het scherm weer netjes op zijn plek zetten. Let op, zorg eerst dat je de bovenkant van het scherm in de achterkant drukt en daarna de rest. Je kunt nu voorzichtig het schermpje naar onderen aandrukken. De laatste stap is om de pentelopen schroeven weer terug te plaatsen en dan kan je alles weer gaan testen. Nou, de reparatie is voltooid. De nieuwe luidspreker zit weer op zijn plek. En zoals je kunt horen, produceert de iPhone 8 Plus weer geluid vanuit de onderkant en de bovenkant. Nou, hopelijk heb je wat van deze video geleerd en heb je er wat aan gehad. Ik zou het enorm waarderen als je een likeje wil geven. En al het gereedschap en de onderdelen die ik gebruik, vind je terug in de omschrijving. Bedankt voor het kijken en tot ziens.